Het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, de Combi, heeft haar diensten naar de samenleving uitgebreid. Vanaf vandaag kunnen mensen die in de omgeving wonen er terecht voor onder andere in- en afschrijvingen in het bevolkingsregister. Districtscommissaris Ricardo Bolla van Paramaribo Noordoost zegt dat met deze uitbreiding wordt getracht de samenleving tegemoet te komen. Deze uitbreiding vandaag houdt in dat de dienstverlening is verbeterd en toegenomen. Er zijn een aantal nieuwe diensten vanaf heden ook hier mogelijk. De mensen kunnen hier terecht om aangifte te doen van een huwelijk, een overlijden en inschrijven in het geboorteregister. En dat kon voorheen niet. En de mensen moesten dus elders, CBB Centrum. En nu kunnen de mensen dus die hier in de omgeving woonachtig zijn, veel sneller, veel makkelijker terecht. Zodat je een stukje verbetering hebt van de dienstverlener. Het is efficiënter en adequater. Dus ik heb erop toegezien en het ziet er allemaal heel keurig uit. Ik juich deze ontwikkeling toe. Want we moeten ook de service naar de samenleving toe gaan verbeteren. En als het makkelijk kan, waarom moeilijk doen dan? Bij deze uitbreiding is er rekening gehouden met de huidige COVID-19-pandemie. Bolla zegt dat bij de uitbreiding van de diensten alle COVID-19-protocollen stipt zijn gevolgd. In deze zeer moeilijke tijd voor ons allen proberen we natuurlijk wel ervoor te zorgen dat het gewone leven toch door kan gaan met een achtneming van de COVID-wet. En er wordt op toegezien natuurlijk dat alles hier ordelijk verloopt op de eerste plaats. U kunt achter mij zien dat de mensen toch zich houden aan de aangegeven afstand. De mond-neus-kapbedekking hebben ze op. En bij de ingang wordt ook nog de handen gereinigd. Dus alles is in place om het zo veilig mogelijk te doen plaatsvinden. Maar we moeten natuurlijk het land niet op slot doen. We moeten de dienstverlening niet stoppen. En we proberen in ieder geval een balans te vinden tussen een stukje service naar die samenleving toe. Maar aan de andere kant proberen we natuurlijk ook de COVID-wet te handhaven. Er staat iemand bij de ingang, bovenaan de trap zoals u ziet. En er wordt erop toegezien natuurlijk dat mensen zich niet ophouden in kleine groepjes. Het gaat er redelijk ordelijk aan toe. DC Ricardo Bolla van Paramaribo Noordoost. Hij laat weten dat vandaag al, op de eerste dag van de dienstuitbreiding, de eerste inschrijving van geboorte is geregistreerd in het bevolkingsregister.